Zaterdag 27 september trapt de Scouting Phoenix het 25ste jubileumjaar af. We gaan vandaag overvliegen met floten. En dat betekent dat je te oud bent geworden voor je oude groep. Dus dan ga je met het vlot naar de overkant en dan ga je naar de nieuwe groep. En daar zitten wat meer personen van jouw eigen leeftijd. En dan doe je ook meer dingen voor je leeftijd. Ik vind het heel leuk, want je bent altijd buiten en altijd samen met mensen. En dat vind ik heel erg leuk. Tijdens het overvliegen, een evenement waarbij de oudste scouts overstappen naar de volgende leeftijdsgroep, stond de vereniging uitgebreid stil bij haar toekomst. Ruim 150 leden waren 's ochtends aanwezig op het Kalverbos. Op de Groenmarkt werd 's middags een cheque uitgereikt door Pater Robbe, voorzitter van het Sporenbergfonds. Wij hebben een behoorlijk bedrag kunnen overhandigen aan de Scouting Phoenix in Tiel, omdat het Sporenbergfonds onlangs is opgeheven. Jaarlijks konden wij uit het bedrag dat we destijds gekregen hebben kleine bedraagjes geven aan kleine projectjes. Maar we dachten, laten we gewoon nou maar eens een flink bedrag aan enkele projecten geven. En het grootste bedrag daarvan is van bijna 72.000 euro geschonken aan de Phoenix Tiel, omdat zij hopelijk daarmee een nieuw clubhuis kunnen bouwen. En de alle activiteiten van de jeugd vinden we dat dat een heel goed besteed bedrag hopelijk wordt. Dat is in het kort wat ik hier gedaan heb. En ik hoop dat het een mooi clubhuis wordt. En het zal ook de naam krijgen van de heer Sporenberg, die in Tiel zeer bekend was in de jaren van de vorige eeuw. Hij is in 1930, al 35 al gestorven. Maar voor die tijd was hij zeer bekend in Tiel door zijn grote, dat hij zoveel weldoende rondging en ook destijds een stuk grond geschonken heeft, waarvan de opbrengst hier uiteindelijk terechtgekomen is uit deze gift.